Nou, en hier wordt het gemaakt. Dit is het atelier. Maar ik vind het leuk om het een werkplaats te noemen. Het is nu een beetje leeg natuurlijk, want de werken hangen immers in Hengelo. Maar, nou ja, hier kan we zagen. Daar moet nog stofafzuiging bij, hè. Moet allemaal wel een beetje schoon blijven. En hier kan ik dan werken met mijn handen. En hier kan ik ook dingen uitrekenen en tekenen en plannetjes maken. Ja, hier is het dus belangrijk dat je ervoor zorgt dat wat er overgaat en wat er onderkomt, dat dat afwisselt. Dus hier moet hij er overheen en dan betekent dus dat deze er ook weer aan de bovenkant moet. En wat we hier zien is, moet ik dat goed zeggen? Er zijn in totaal 54 manieren om vier blaadjes aan elkaar te maken zonder dat hij gaat kreuken. De blaadjes moeten mooi rond blijven. Kijk, dit zijn allemaal ronde vormen. Als je hem dichter bij elkaar niet, dan gaan de vouwen ontstaan en dat willen we niet. Dus je hebt een grens gesteld aan wat je mogelijk vindt. En daarbinnen kan je dan alle vormen opzoeken. En het zijn weer steeds hetzelfde materiaal wat dan aan elkaar geniet wordt. Ja, meestal zeg ik. Het is kleurloos en het lijkt nergens op. Maar wat we dan eigenlijk willen zeggen is dat het uniek is. En puur. De expositie in het Rabotheater, daar heb ik werk wat eigenlijk een beetje ook hieraan voldoet. Het is een element en het wordt aan elkaar gemaakt. Dus papier, daar horen nietjes bij in mijn beleving. Maar ik heb nog wel een werk staan trouwens. We gaan hier even kijken. Ik heb ooit twee van dit soort figuren gemaakt. Oh, de expositie in Hengelo heet Plafond van Verbondenheid. En het gaat dus over dingen die je aan elkaar vast kan maken. En dit werk, dit zijn eigenlijk twee identieke, wat zal ik zeggen, krullen. Ja, twee identieke krullen. Sommige mensen hadden het ook al over Sinterklaas. Het zal wel een beetje de tijd van het jaar zijn. Maar het zijn deze krullen, dus die loopt zo rond en dan zie je hier vier lang en daar is die weer 4, 3, 2, 1 lang. Dus je ziet deze en dan gespiegeld zie je hem daar. Komt trouwens niet uit de lucht vallen. Deze elementen die zijn gevonden op de keramiek van de eerste bewoners of eerste nederzettingen in Nederland. Die zijn gevonden in Zuid-Limburg, de bandbekerkeramisten denk ik. Wordt dat genoemd en die maakte ook deze vorm. Ze hadden ze van die rolletjes die ze in de natte klei drukten en daar was deze vorm op uitgesneden en dat hebben ze teruggevonden in de keramiek. Ja, nou een van de andere werken die er staat in Hengelo is niet dit, maar dit is een prototype daarvan. Het gaat over kubussen. Je moet maar even zelf kijken hoe dat er precies uitziet, maar ik had bedacht, ik wil net als bij het Centre Pompidou de leidingen en buis en zo en hoe de dingen aan elkaar gemaakt zijn aan de buitenkant. En dit is een prototype. Dit zijn allemaal plankjes en als je zes plankjes tegen elkaar duwt, dan heb je in het midden een perfecte kubus. En daar ging het om. En hoe dat dan tegen elkaar zit. Meestal schroef je daar latjes in en zo en dan zit alles van de binnenkant. En dat wil ik nu een keer niet. Dus ik zet ze zo tegen elkaar. En dan moet deze afstand moet dan precies een plankje en vier buisjes zijn en dan kan ik hier een ijzerdraadje omheen maken. Want aan deze kant zie je dat die lengte van het buisje precies een plankje en drie buisjes moet zijn. 1, 2 en dan 2,5, want anders kan deze draad er niet omheen. Maar je moet het dus ook eerst bedenken en maken. Dus ik ben met zulke grote planken begonnen en die werden steeds kleiner totdat het paste. En die ijzerdraadje is uiteindelijk niet zo mooi, ga je je ook aan snijden, heb ik gemerkt. Dus uiteindelijk is het wel een ander soort hout geworden. Dat hebben we daar nog staan, maar het is niet zo interessant. Maar ik heb deze gebruikt, tie wraps. En die past er precies in, want ik wilde wel een kubus maken die dan precies een meter breed was. Waarom kan ik jullie niet vertellen, maar deze past er precies doorheen. En als je een van de elementen hier uithaalt, dus of deze tie wraps, of de plankjes, of deze buisjes, dan valt het hele ding in elkaar. Dus het is ook nog
ja, met elkaar verbonden en het een kan niet zonder het ander. De titel van de expositie is Plafond van Verbondenheid. Nou, hoe dingen met elkaar verbonden zijn, dat hebben jullie allemaal wel gezien. Maar dit heeft natuurlijk ook nog een geestelijk-inhoudelijke component. Namelijk, je wil altijd verbonden zijn met iemand of iets. Bijvoorbeeld religie, de kerk, de gemeenschap of met een andere persoon of met een geliefde. Maar er is altijd wel een grens aan hoe ver dat kan gaan. Dus je moet ook een stukje voor jezelf houden eigenlijk, een stukje eigenheid. Dus dat is eigenlijk een plafond of een begrenzing aan je verbondenheid. Denk er maar over na.